Het Ronkoor heeft een nieuwe uitvoering op het programma staan. Ik sprak met een van de zangeressen van het koor tijdens de door het koor georganiseerde rommelmarkt op 3 maart. Ik zing bij het regionaal operette en musicalkoor hier in Meidrecht. Wel bekend al in de Rommel de Venen, vooral ook omdat jullie vorig jaar zo'n prachtige musical hebben opgevoerd. Ja, een operette eigenlijk, hè? Het Witte Ros hebben we toen opgevoerd, omdat we 25 jaar bestonden vorig jaar. En dit jaar hebben we natuurlijk ook weer grootse plannen en daar heb je een klein beetje geld voor nodig. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En vandaar deze rommelmarkt. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een woordspeling. Rommelmarkt, romkoor, leuk gevonden. Dat geld, waarvoor ga je dat gebruiken? Voor de uitvoering dus, want het wordt niet zomaar een uitvoering. Het wordt niet echt een concert, het wordt meer een belevenis eigenlijk. Het wordt een spektakel waar we in gaan zingen. Gewoon met het koor, met solisten, met kleine groepjes. Er komen ook een aantal trompetisten komen erbij. Het showballet van Nicole danst mee, dus het wordt eigenlijk een heel geheel. Ja, dat is natuurlijk nog niet zo ver, hè? Dat is in april. Wanneer? 21 en 22 april, dus het schiet wel hard op, hoor. Ja, maar in die tijd heb je natuurlijk tijd om te repeteren. Ja, we zijn nu heel druk bezig om te repeteren, ja. En vertel nog even iets meer over het verhaal. Nou, het is niet echt een verhaal. Het zijn eigenlijk allemaal losse stukjes met allemaal, echt allemaal lekkere, gezellige meezingers zijn het eigenlijk allemaal. Het publiek gaat meedoen? Nee, het publiek, maar het zijn allemaal bekende melodieën. Het zijn echt allemaal, als je het één zingetje hoort, denk je, oh ja, dat is het. Allemaal nummers waar je echt blij van wordt. En waar wordt het uitgevoerd? In de Meijert, in Meidrecht. Prachtig, nou, we gaan kijken, hoor. Nou, heel graag. En ik hoop dat jullie ook veel publiek trekken. Dankjewel.